Vandaag ga ik een Minecraft-experiment uitvoeren. Met 200 kijkers. Zoals je kan zien, zijn wij hier in mijn prachtige content-veenwereld. En hebben we hier heel wat vriendelijke vriendjes rondrennen. In Robin! Hallo! Hallo! In Fred! Hallo, ik ben Fred. Vandaag gaan wij deze 200 kijkers hier loslaten door mijn stad. En gaan we kijken wat zij ervan kunnen maken. Ze mogen bouwen. Ze mogen slopen. Of ze kunnen de hele stad aanpassen. Wat ze gaan doen is aan hun. Ik ben benieuwd of ze samen kunnen werken en gewoon de stad kunnen aanpassen naar hoe zij willen. Dat zij misschien denken, Max, wat jij hebt gebouwd is echt gewoon spuuglelijk. En ze bouwen gewoon wat mooiers. Of dat ze alles slopen en het wordt gewoon één grote chaos. En ik denk waarschijnlijk dat dat een grotere kans heeft. Laten we beginnen. Oké, komt ie jongens. Jullie worden geteleporteerd. In 3, 2, 1. Jullie gaan in een heel klein hokje geteleporteerd worden. Dus het kan heel krap worden. Oh mijn god, wat is er druk in dit hokje. Oh, wat zijn het veel mensen. Wacht. Okay, ik moet jongens eruit. Het is tijd. Succes met het bouwen en het aanpassen van mijn stad. Ik hoop dat jullie wat mooiers kunnen maken dan ik. Ik heb mijn best gedaan met het bouwen van deze stad. Maar ik weet dat jullie met z'n allen veel beter zijn. Dus daar komt ie. 3, 2, 1. Kom aan! En dan gaan ze op avontuur. Doe je ding. Voel je thuis. Ga kijken naar wat je... Jezus, het is een eindeloze stroom mensen. Als je doodgaat, respawn je in dit prachtige plekje waar je nu staat. Daar kan je niks aanpassen. Dus hier kan je niks lopen. In dit huisje waar we nu staan. Maar doe je ding. Voel je thuis. Mensen die ze rennen gelijk naar het kasteel toe en naar andere plekken. Want de mensen willen gelijk de kisten openen. Natuurlijk, want jongens, zoals ik al eerder verteld had aan jullie. In elke kist die ik in Content Veen gevuld heb, zitten spullen. En jullie hier koning Eden die voorop staat. Hé, hey, er is een cadeautje achtergelaten voor me, dat wist ik niet. Koning Eden loopt voorop. Gaat hij de eerste zijn in het kasteel die al mijn spullen gaat stelen. Koning Eden, kom op. Als je mijn kasteel kent, weet je wat de snelste trap is. Oh nee, je hebt een verkeerde afslag genomen. Julian kent het beter. Oeh, we hebben nu een nieuwe. Nieuwe Like a Panda loopt voorop. Like a Panda loopt voorop. Nieuwe. Stil al mijn spullen, jongens. Doe het. Pak wat je pakken kan. Er zitten overal spulletjes in. Oh, jullie kunnen de kisten niet openen, Robin. Oh, het spijt mij. Anticlimax. Anticlimax. Ja, pak de spulletjes. Stil het. Sloop alles. Nee, dat is trouwens niet waar. Sloop alsjeblieft niet alles. Maar hou het mooi. Sloop niet mijn kasteel. Ik smeek het jullie. Jongens, wat zijn jullie aan het doen? Jullie zijn hier bij het nieuwe gedeelte een beetje aan het rondlopen. Ik zie nog geen veranderingen in bouwwerken. Ik heb hier... Oh, iemand is een huisje aan het bouwen. Like a Panda is begonnen met een huis. Jongens, Like a Panda, ik ben trots op je. Ik ben echt... Jij bent de eerste die ik zie die een huis aan het bouwen is. Iemand is hier gewoon met een boot aan het rondvaren. Waarom? Het is ook... Het is, hoe heet je ook weer? Lala van de Teletubbies. Ik heb iedereen even wat signs gegeven. Oeh, goed zo jongens. Dan kunnen jullie communiceren. Jullie hebben botjes, dan kunnen jullie mooi communiceren. Doevoet is ook een huis begonnen. Ziet er goed uit. Ben benieuwd. Hier komt een standbeeld. Jult de Max, die heeft hier gewoon diamond armor, een shield, een zwaard. Nee. Ja. Wacht, Pleuntje die heeft hier een boek naar mij gegeven. Beste Max, tijdens het onderzoek hebben we een experiment gedaan met Dickie Dick. Tijdens dit experiment zijn er wat dingen mis... Oh mijn god, je hebt iets uit mijn archief gehaald van echt 6 maanden geleden. Oh, dat is van ons. Ja, dit is, dit is iets van 6 maanden geleden uit mijn archief. We hebben hier een Max, wat gebeurt hier? Wat gebeurt hier? Hoe komt iemand er zoveel chests? Huh? Hoe heeft hij dit... Oh, die heeft Nathan zijn winkel geplunderd. Nathan die verkoopt dingetjes... Iemand heeft zoveel kisten gemaakt. Hé, hey, iemand is van de kerk gesprongen waarschijnlijk. Hier, je wordt echt hard gebouwd gewoon met z'n allen. Dit is precies wat ik wilde bouwen hier. Een huis van boekenkasten. Precies wat ik in gedachten had wat hier zou komen. Ik heb een hele mooie taak. Het huis van Anne hier, deze, die heeft helemaal nog geen interieur. Deze heeft helemaal geen interieur. Oh, een klein beetje. Maar het is aan jullie om dit interieur even mooier te maken, jongens. Anne, zorg dat jouw huis mooi wordt met de rest. Wat gebeurt er bij jou, Robin? Nou, ik ben hier bij, Godly Dylan. Die heeft een of andere hele hoge deurtoren gemaakt. Het ziet er niet uit. En hij heeft hier boven een bordje geplaatst met geef mij please dirt. Nou... niet meer dirt. Oeh, laten we iedereen even een stack dark oak geven en een stack steen. Je hebt dag, Godly Dylan. Wacht, ik doe het wel. Hier. Komt-ie. Iedereen krijgt 64 dark oak logs en een stack stone bricks. Jongens, dan kunnen jullie iets meer bouwen. Weet je, dan geef jullie wel zelfs nog meer stone bricks en nog meer hout. Nu kunnen jullie een beetje mooi gaan bouwen. Kunnen jullie je ding doen? En een iron pickaxe. Kijk, wat ben ik goed voor jullie, hè? Jemig. Wow, deze huizen beginnen er oprecht gewoon echt als huizen uit te zien... waar mensen daadwerkelijk hun best over doen... in plaats van hier een deurtoren. En hier ook. Oh, dit is lijp. Oh, dit ga ik echt bouwen in Content Veen. Een huis die half op het land staat en half hier in het water. Wow, dit is goed bedacht. Kijk, nu krijg ik gewoon ideeën. Als ik dit nou ook ga doen, dan kan ik een huis toe bouwen die... Hey, Floor, hoe is het? Je hebt een boekje. De boot begint een boot vorm te krijgen. Het is niet te geloven. Waar wordt er een boot vorm? Ja, in de dinges. In het gedeelte. Ik zie het.
En hier wordt iemand ook nog een boot gemaakt. Een bruggetje maakt iemand eroverheen. Een soort van bruggetje is dit inderdaad. Een ja, huisje. Ik zie hier, ik ben hier een, ik kom bij een deurtoren terecht en er staat één bordje op. Dus ik kijk op dat bordje, staat er, ga naar kaashosting. Ga naar kaashosting jongens, over kaashosting gesproken. Hey jij daar! Wil je nou ook van deze prachtige Minecraft servers hosten om lekker met je vrienden samen te spelen of ook evenementen te hosten? Kijk dan zeker even op kaashosting.nl voor de beste Minecraft servers. Woehoehoehoe, zo leuk! Ah, mensen zijn een of andere discovloer aan het maken op je, in je arena. Echt? Ja, dit is prachtig. Hey, Swoon is hier. Waar is je gang, Swoon? Oh, inderdaad. Hoe komen ze aan die blokken? Oh, die hebben ze dingen natuurlijk. Oké, jongens, ik heb een idee. Hier, ik drop er even wat meer. Hier, kunnen jullie dit nog meer doen? Hebben jullie meer blokken hiervoor? Maak hier een mooie discovloer van. Dat zou ik leuk vinden. Oké, ik ga één uitverkorene kiezen. En die moet iets gaan maken. En ik hoop dat hij het goed kan. Casey Wacy, wil jij wat leuks doen? En wil jij een hele belangrijke taak krijgen? Casey Wacy, oké. Ik wil dat jij hier een grote fret bouwt. Oké, Kees. Ik ga je alle blokken geven die je nodig hebt. En jij gaat een grote fret bouwen. Komt-ie. Kan je even... Blijf staan. Blijf precies op de plek staan. Ik kom hier ook bij een of ander bouwwerk met allemaal glass panes en alles. Dat heeft hij omhoog gebouwd met een of andere toren. Met allemaal bordjes erop. Help, help. Geen glas meer. Geen glas meer. Geen glas meer. Het nieuwe gedeelte is zo een bende. Nee! Hoe heeft iemand de perfecte cirkels gemaakt en vermaakt? Nee, stop, wie zijn dit? Nee, nee. Gadverdamme, jongens. Gadverdamme. Onacceptabel. Klaar, sorry, ik mag niet. Nee, Casey! Casey's laatste woorden. Casey moest weg. Hij moest gaan, Robin. Dat meen je niet. Hij mocht niet verder. Homie Hounds, wil jij het voor hem afmaken? Wil jij het afmaken voor hem? Wil jij het... Kijk, hij staat hier, dus je kan Fred nabouwen. Ja? Oké. Komt-ie. Ik ga alles droppen. Kijk wat hier is gedaan met je ruimtegodingang. Overgroeide cave. Wow. Wow, dit hebben ze leuk gedaan. Ja, hè? Hij is ineens helemaal mooi geworden, deze. Dit moet echt gewoon op zo'n manier gedaan worden in Content Veen. En hier hebben we paddenstoelen geplaatst. Leuk. Dit is echt leuk. Mensen hebben er gewoon leuke dingen van gemaakt. Wow, wat is dit? Mogen wij dit huisje als gewoon... hebben jullie iron... Oh. Heb ik al gegeven. Dat ziet er goed uit. We hebben een wol nodig. Wacht, wat is dit? Oh, jullie hebben een boomhut gemaakt. Dit is een boomhut. Dit is echt een boomhut, dit. Wat goed. Ja, hè? Iemand is je oog aan het terugmaken. Het oog komt weer terug. Wow, dat is serieus best wel cool. Dat iemand het oogbolletje. Het oog komt weer terug. Damn, die heb ik net weggehaald. Oké, maar laten we even kijken. Iemand had een pijl gemaakt. Die wil heel graag dat we hier komen. Drankje 1 komt. Iemand heeft een winkeltje gemaakt. Wortel, ik wil graag één wortel. Heb je die? Oh, je hebt ik heb geen wortel. Het kost 1 diamond. Ja, nee, die hier, 1 diamond. Alsjeblieft. Dan wil ik allemaal wortel. Oh, iemand gaat hem stelen van me. Nee, dankjewel Wessel voor de wortel. Ik ga ervan genieten. Robin! Hij is klaar! Wat? Fred is klaar! Oh, nee! Hij is... Hé, het is net een Gameboy! Waar zijn zijn armen, homie? Hij moet armpjes hebben. Hier, zoals dit. Fred is af. Ik vind Fred goed gelukt. Ik ben trots op jullie. Wauw, wat mooi. Ik zou willen vragen of jij alsjeblieft wil abonneren en reageren. Hashtag Fred Army Groen like voor de 5000 likes. En anders word ik heel boos en bouw ik een reuze robot hier. Voor mij. Leuk. Ja. Mooi. Doei. Wow, gast, je staat serieus echt een goed huis al. Of is deze? Ja, hier, achter je. Ik kom eraan. Dit is echt serieus al een huis die gewoon ja, in de stijl past. Damn, ziet er goed uit. Fred heeft een extra hoofd gekregen. Fred dat op ben Fred. Je niet. Maar kijk hoe die Fred ook schrijft. Fred op Fred. Kijk die tekst. Fred met de V en de T. Fred op Fred. Fred. Ja, kunnen mooi. Ik wil een Fred op Fred maken. Ik wil Fred op Fred op Fred op Fred hebben. Dat oog van je is echt aan het terugkomen. Ja, is goed op weg, hè? Het lijkt wel alsof ze klaar zijn. Wat hebben jullie te zeggen? Gemaakt door Tris en Bolletje. Het oog. Nou, leuk jongens. Goed gedaan. Oh, er is een nieuwe troon gemaakt. Er is een troon gemaakt op de troon. Ziet er goed uit. Er staat tekst. Abonneer op Walnut en Justo. Dit is een troon, zodat je naar je nieuwe hoofdingang staart kan kijken. Oké. Prachtig. Echt, wauw. Ik denk dat ik dit zelf ook maar zo moet gaan maken. Mensen hebben serieus wel coole dingen gebouwd, moet ik zeggen. Hoor, sommige huizen die ertussen staan, hebben mensen echt hun best op gemaakt. Zoals hier ook, dit huis. Dan hebben dit huis zijn best op gedaan. Dan hebben we ook dingen zoals dat. En dan, ja, dan ben ik gewoon weer teleurgesteld. Ja! Fred! Op Fred! Op Fred! Op Fred! Het is gelukt! Echt waar? Ja, Vesje Kip en Homie Hounds hebben het gemaakt. Fred op Fred op Fred op Fred. Hij wordt telkens kleiner. Ik kon nog meer Fred, jongens. Ik kon nog meer Fred zien. Maar ik wil wel met groene wol.
Voor de mensen thuis die lekker deze video aan het kijken zijn, laat even jouw favoriete gebouw achter van deze grote chaos. Dat mensen, als jij denkt van, wow, ik vind bijvoorbeeld de Fred echt heel leuk, laat het dan gewoon even weten. Maar stel jij vindt het oog leuk, dan mag dat ook. Of de vliegende boot daar. Of kom hier, deze Owen die gewoon bij de kanonnen een beetje staat met een hele grote baard. Ze schieten alleen niks, jammer hè. Robin, ik denk dat het tijd is voor een groot PvP-gevecht. Mensen zijn hier serieus echt coole dingen aan het bouwen, zie ik nu. Dat zijn best lijpe ideeën hebben mensen. En wat is dit hieronder allemaal? Dan kom je in het kasteel uit. Maar ik denk dat het tijd is voor een groot PvP-gevecht met iedereen die nog leeft. Iedereen die er nog is. Iedereen die daar nog zin in heeft. Om te beslissen wie nou de beste contentvener van ons allemaal is. Dat gaan we in de arena doen. Er wordt nog een langhoofd Fred trouwens op Fred gebouwd. Nee, laatste Fred, dat is de laatste. Langhoofd Fred. Fred op Fred voor de vin. Dit is ultra puntenhoofd Fred. Oké, tijd voor de PvP. Jongens, jullie staan met z'n allen in deze arena. Zoals ik net heb uitgelegd aan jullie, gaan jullie vechten met elkaar. Jullie hebben allemaal een stokje gekregen. Jullie hebben allemaal full HP. Ik zal je nog één keer healen, dat iedereen evenveel hartjes heeft. Als je doodgaat, ben je af. Ja, dan zet ik wie als laatst overblijft, die wint dit event. Dat is het gewoon. Wie als laatst leeft, die wint. De rest die heeft gewoon verloren. Ondanks dat je iets heel moois gebouwd hebt, dan verlies je. Dus Robin, ik denk dat het tijd is voor de PvP. 3, 2, 1. Let's go! Oh, dat een gevecht! Het is dit op tijd! Oh, wat is dit grappig om te zien! Kijk hoe lang het duurt voordat mensen doodgaan. Kijk hoe lang. Oh mijn god, dit is zo. Wat een geluid op mijn oren, jongen. Ik wil alleen maar. Ja, dat, alsof er bubbeltjesplastic zo kapot wordt gemaakt. Oh, maar dan ja, heel dan snel. Ik ben benieuwd wanneer de eerste dood komt. Want het duurt wel even voordat je dood gaat als je met een stokje geslagen wordt. Ik denk gewoon mee, Robin. Ik ben ook een beetje onderin aan het slaan. Ik zie je, Max. Ik zie je. Oh. Oh, de eerste gaan dood, maar. Oh, er gaan er veel dood ineens. Kom, jongens, ik wil één iemand over hebben. Ik wil dat één iemand overblijft. Vecht tot de dood. Als je dood bent, moet je niet terug de arena springen. Dan moet je wel op het randje gaan zitten als je zeg maar niet boven bent. Respecteer je dood. Hielte, Max gaat dood. Jan is een eend. Ja, maar die zijn al boven allemaal al dood, hè? Dat oh ja, niet. Natuurlijk. Oké, jongens, we gaan de healing uitzetten. En dan zal het betekenen dat er ineens heel snel mensen doodgaan, oké? Dus dat je hartjes erbij komen gaat uitstaan. In 3, 2, 1, boom. Nu het staat uit. Gaat het ineens heel snel. Ik denk dat er nu heel veel mensen doodgaan, jongens. Ik ben benieuwd wie gaat er winnen. Oh mijn god, het gaat er ineens veel dood, Robin. Robin, het is bijna zover. Oh mijn god. Oh mijn god, het is nog maar z'n drieën. Oh, ik heb het helemaal warm van. Ik vind het zo spannend. Ik vind het zo spannend. Jullie mogen niet teamen, jongens. Niemand mag teamen. Je moet iedereen aanvallen. Je mag niet met elkaar samenwerken. Wat is dit spannend? Wie gaat. Kijk, boven zijn ze zelfs elkaar aan het respecteren en niet elkaar slaan. Nou, jongens, ja, vechten. Sommigen dan. Vechten. Hup, kom op. Je hartjes. Oké, laten we iedereen één keer even healen. Slash heal. Robin, kan iedereen healen? Dan krijgen jullie met z'n drieën, omdat jullie nu zo stil staan, rustig, krijgen jullie de volledige kans, oké? Ja, iedereen is geheeld. 3, 2, 1, vechten. Goed zo. Soort van. Soort van goed zo. Kom op, jongens. Hup, hup. Ik weet wat we moeten doen. Nou, uh-oh. Uh-oh. Oeh, ja, het is begonnen. Nee, maar dat kan je niet achter zijn. Pas op, er zit lava achter jullie, jongens. Van de randjes weg, van de randjes weg. Pas op voor de lava. Hoop pas op dat je niet in de lava valt. Nee, Isa! Isa is dood! Het is de McDonald's medewerker en Sven! Kom op! Nee! Sven! 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 Hé, hey, wat doe jij dan, Joloflexie? Sven heeft gewonnen! Hij heeft de McDonald's medewerker uitgeschakeld in de laatste seconde. Ik ben trots op je. Je hebt gewonnen. Geen zorgen, Sven heeft gewonnen. Hey, Sven! Sven! Oké, Sven, ik ga even een altaar voor je maken. Sven, je bent de winnaar. Gefeliciteerd. We gaan zo meteen contact met jou opnemen. En dan gaan we de prijs naar je opsturen. Dank jullie wel voor het kijken naar dit event. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Heel chaotisch. Iedereen heeft van alles mogen doen. En weet ik voor wat allemaal. Leuk PvP-gevecht aan het einde. Vergeet zeker niet te liken en te abonneren. En te reageren wat jouw favoriete stukje was van deze video. Ja, reageer even. Punari plasje. Als je nu nog steeds kijkt. En dan nu, kijk lekker een ander event. In dit event gingen we verstoppertje spelen. In het kasteel. In plaats van dat we alles gingen slopen, moesten mensen zich verstoppen. En toen gingen Robin niks te zoeken. Heel leuk om te kijken. En nu spreek ik later, glaasje water, tot 4 flesje bier. Tot de volgende keer. Yo!